Mevrouw Hatchi, waarom moet ontwikkelingssamenwerking internationale samenwerking gaan heten? Omdat als je kijkt naar een aantal landen die intussen zodanig ontwikkeling hebben doorgemaakt, geen ontwikkelingsland meer zijn. We zien ook de uitdagingen waar we voor staan, als we het hebben over klimaat, water, waterschaarste en voedsel. Dan is het gewoon belangrijk dat we echt bereid zijn om de discussie over ontwikkelingssamenwerking breder te trekken om ook tot echte oplossingen te komen. En wat D66 betreft zal Nederland daar een voortrekkersrol in moeten hebben. In 2015 moet er een nieuwe agenda liggen, een nieuwe internationale agenda, met ook nieuwe normen. En dan is het belangrijk om daar nu al mee te beginnen. Meneer Dijkhoff, is het een relevante vraag over die titel? Ja, minder natuurlijk dan wat je ermee doet. Maar ik vind het wel een charmant idee. Omdat je een aantal zaken die ik ook vind daarmee wel daarin kunt brengen. Je kunt daarmee ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingshulp heeft toch een beetje die connotatie van een ongelijkwaardige relatie waarin wij het beter weten en zo naar een land toe gaan. Dat past niet bij deze tijd, zo het al ooit gepast heeft en effectief was. Je moet naar een gelijkwaardige relatie met een land. Mm-hmm. Daar zit een deel handel in, daar zit een deel in dat je ook kunt bijdragen aan waar dat land nog in opkomst is. Aidsbestrijding, landbouw, water, ja. Voedselzekerheid, dat en soort zaken. Dat brengt je dus bij de doelen van ontwikkelingssamenwerking internationale samenwerking? Ja, en het geeft misschien ook de gelegenheid om eindelijk eens af te stappen van dat verstarde keurslijf van de ODA-criteria. Dat dicteert wat wel en niet ontwikkelingssamenwerking is, in plaats van dat je kijkt, of internationale samenwerking dan, ik zal was te oefenen. In plaats van dat je kijkt naar wat nou echt helpt. En daar zitten gewoon rare dingen in. Er zijn maar 4 landen die zich daar echt aan houden. Als we dat achter ons kunnen laten, dan kunnen we gewoon zinniger praten over wat je wel moet doen. En dan kan een bijdrage aan veiligheid in een land die de ontwikkeling ondersteunt, want dat is toch een essentiële voorwaarde, die kan dan gewoon meegeteld worden in plaats van nu niet, omdat die boekhoudkundig niet in het tabelletje past. Maar ik hoor de heer Dijkhoff het een en ander vertellen en ook aangeven dat hij dat ook belangrijk vindt. Maar mijn vraag die dan rijst is waarom de VVD dan 3 miljard op ontwikkelingssamenwerking gaat bezuinigen. Want dat betekent per definitie dat Nederland op dat terrein niets meer kan doen. Ja, het is 2,7. Maar goed, dat is ook veel. Veel 10%. Precies. Maar nou ja, goed, dat hangt er ook alweer mee samen. Hè. Nou, kijk je alleen wat de overheid als kasschuif doet naar bijvoorbeeld heel veel NGO's ook en multilaterale instellingen, zeggen we dat is ontwikkelingssamenwerking. Mm-hmm. Wat mensen zelf geven, tellen we al niet mee. Wat er uit revolving funds komt, investeringen in bedrijven in ontwikkelingslanden, wat weer terugkomt omdat het geslaagd is en weer uitgezet kan worden, tellen we allemaal niet meer mee. Dus het is voor mij nog niet gezegd dat een 2,7 bezuiniging op de post die de staatssolidariteit naar het buitenland stuurt, gecombineerd met de fiscale aantrekkelijkheid die wij willen voor eigen giften, dat dat ertoe leidt dat Nederland inderdaad zo'n bedrag minder zal hebben. Maar wat Nederland aan ontwikkelingssamenwerking uitgeeft is 4,7 miljard. Daarvan is 1,5 miljard gaat via de bilaterale relaties tussen overheden, Nederland en de andere overheden. Dan gaat 1,5 miljard naar de internationale verplichtingen aan de Wereldbank, de EU, de VN. Mm-hmm. En 900 miljoen geven we uit via de NGO's, maatschappelijk middenveld. Mm-hmm. En 240 miljoen ongeveer via het bedrijfsleven. Als wij 2,7 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, dan blijft er alleen geld over om die internationale verplichtingen te doen. Ja. En al die mooie Nederlandse projecten. Want Nederland is erg goed in als het gaat om seksuele reproductieve gezondheid en rechten. Als het gaat om water en voedselzekerheid. Al die projecten kunnen we gewoon simpelweg niet meer doen. Laat ik vooropstellen, als ik dacht dat het allemaal echt niet kon werken, zou ik er zelf niet aan schenken aan NGO's. Dus laten we dan meteen klaar mee zijn dat je kunt niet zeggen dat er niks ooit geholpen heeft en dat er niks ooit helpt. Maar we hebben wel te maken met verstarde achterhaalde criteria en met een norm die gelukkig vandaag het debat niet gedomineerd heeft, maar nog wel vaak aangevreven wordt. En dat is een afspraak tussen landen waar 4 landen in de wereld zich aan houden. Nou ja, mm-hmm. We hebben deze week heel veel peilingen. Dat noem je dan geen norm, dat noem je de foutmarge. En meneer Knops, u wilt andere vormen van financiering van de ontwikkelingssamenwerking en dan met die andere vormen tot die 0,7% komen. Wat voor vormen moet ik aan denken? Nou kijk, die 0,7% hè, die dus iedereen kan dromen ja. Inmiddels, dat is veel te dogmatisch. Je moet kijken naar de effectiviteit van de hulp. Wij zijn wel een partij die vinden dat ontwikkelingshulp hoort ook bij onze belangen, bij die gereedschapskist die we nu vandaag besproken hebben. Dus het is van alles wat. Maar het hoort ook bij onze beschaving dat we ook op plekken waar het minder gaat, dat we die mensen ook helpen. En we zijn nog steeds een heel rijk land en dan hoort daar ook een bepaalde morele plicht bij. Ja.
Tegelijkertijd... Maar nu wilt u toch wat andere financieringsvormen gaan gebruiken. In 2015 wordt opnieuw gesproken over voorwaarden. Wij vinden dat tot die tijd dat je de bestaande afspraken moet respecteren. Ja. Maar daarna is het wat ons betreft, om als een CDA-term te spreken, niet meer heilig dat het alleen maar gaat over die 0,7, maar dat het gaat over de effectiviteit. Ja. Effectiviteit. Maar u weet dat op het moment dat u dat ter discussie stelt met een inhoudelijk argument, namelijk je zou naar de effectiviteit moeten kijken, dat u ook weet dat u op begeleidende schaal kunt komen. Zeker in relatie tot uw achterban, dat je zegt, gaat meneer Knops nou daadwerkelijk de 0,7% ter discussie stellen? Nee, maar die effectiviteit die hebben wij al langer aan de orde gesteld. En de argumenten die je daarna zegt, die 0,7% is ook niet meer heilig. Tot en met 2015 houden we daaraan vast. Ja. Daarna wordt er opnieuw internationaal heronderhandeld. En sluit ik niet uit dat dat op een andere manier gaat gebeuren. En de argumenten die door een aantal partijen nu genoemd worden, waarom ontwikkelingshulp of samenwerking voor een deel niet goed terechtkomt, daar zijn we natuurlijk ook gevoelig voor. Het blijft wel belastinggelden. We hebben ook de plicht om dat op een goede manier te besteden. Ja. Maar het basisprincipe, en daar verschillen we bijvoorbeeld met de PVV, dat je wel als rijk land moet bijdragen aan andere landen. Ook zelfs, dus niet alleen, maar ook vanwege eigen belang. Want ook wij hebben belang dat op andere plekken in de wereld de stabiliteit komt. Dat staat wat u betreft overeind. Ja, absoluut. Dat principe willen wij niet loslaten. Ik stoor mij dus enorm aan de VVD die bij deze verkiezingen in één keer bedacht heeft dat het een liberaal principe is dat mensen zelf moeten kunnen kiezen of zij een bijdrage willen leveren aan het bestrijden van de armoede wereldwijd. Dat is een principe wat nu in één keer liberaal gehuldigd wordt ontdekt is. Het is volgens niet mij liberaal, alleen maar, ik bedoel, ik volgens mij alleen maar aangesproken als sociaal liberaal. Maar dat is bij de VVD. Bij de VVD is het een andere soort liberalisme. Dat is, daar zit het ware liberalisme kennelijk. Als er een noodsituatie is, dan moeten wij, dat is een algemene morele imperatief, daarbij bijspringen als we dat kunnen. Dat geldt binnen ons land en dat geldt ook buiten ons land. En in die zin is dat ook een Nederlands belang om te laten zien dat wij dan ook, als dat echt nodig is, als er echt nood is, dat wij dan ook hulp verlenen. Zoals wij hopen dat wij ook hulp krijgen als er bij ons nood is. Zoals dat ook in de watersnoodramp in 1953 is gebeurd. Toen waren wij ook blij dat wij werden geholpen. En dat heeft de beeldvorming over en weer geholpen. En dat zal dus ook zo zijn als Nederland bijvoorbeeld hulp verleent bij een ramp zoals die in Thailand is geweest of op Haiti. Dank u wel. Dat is wat u betreft het antwoord op de vraag. Eén reactie? Ik ga heel kort, want we gaan er niet over debatteren namelijk. Ja? Het is meer even een verduidelijkende vraag, want dit is de eerste keer dat ik hoor eigenlijk van de PVV dat er dus een morele verplichting is buiten de landsgrenzen. Is dat juist of niet? Nou, ik weet niet of u dat eerder heeft gehoord, maar dat is natuurlijk niet nieuw. Nee, ik heb het niet eerder gehoord. Ik hoor het nu ik zeg u, van u uit uw mond. Ik zeg u dat ik dat vind en dat is niet nieuw. Okay. Als je constateert dat na al die pogingen en jaren het niet gelukt is, nog steeds te veel versnippering is bij NGO's en te veel niet verklaarbare kosten. Het feit dat er al bij een grote NGO meer mensen op de afdeling beleidsbeïnvloeding, zoals het heet, werken dan de woordvoerders in de Kamer zijn. Dan is het op een gegeven moment tijd, dan is het een keertje klaar en dan is het tijd voor, misschien kun je het shocktherapie noemen. Maar het terug te geven aan de mensen. Okay. Ik ben er ook niet fan van om het helemaal te reduceren als de PVV wil. Dat je wel ieder jaar zandzakken stuurt naar overstromingsgebied, maar nooit dijken helpt bouwen. Dat is natuurlijk ook niet echt slim. En ik ben wel blij met de opening van het CDA. Die geboden is om die achterhaalde criteria los te laten. Maar dan denk ik zelf, waarom zou je nog met 4 landen tegen 100 landen... die zich geen bal aantrekken van die criteria en die percentages in onderhandeling gaan? Maak dan gewoon zelf uit wat effectief is en bepaal dan zelf wat je doet. Juist, dank u wel. Dames en heren, ik rond het debat over de ontwikkelingssamenwerking af met uw applaus.